It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chess. Vandaag gaan we een potje Call of Duty Black Ops 3 spelen. En spelen op de map Stronghold. En zoals jullie wel weten, althans de mensen uit de beta, weten jullie dat deze map op een gegeven moment is toegevoegd na 2 tot 3 dagen in de beta. Ik weet niet precies, maar het was natuurlijk eerst Hunted, Combine, Team Deathmatch, Evac. En dan later nog deze. Maar we gaan spelen met de Kula. Submachine gun natuurlijk. Maar ja, deze map die spreekt mij niet heel erg aan. Maar je kan er wel gewoon echt zieke, maar ook echt ziek lekkere scores mee halen natuurlijk. Dus vergeet natuurlijk niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. Natuurlijk helpt me enorm. We gaan nu gewoon pushen via de zijkant aan deze map. Want de meeste mensen gaan natuurlijk ook via hier. En de Kuda die kan best wel wat dingetjes doen. Kijk, dat doe ik. Hier staat de helft al... mij op te wachten. Dus even snel mijn wapen reloaden. Dan gaan we er gewoon in rennen. Hier naast me in dit gebouw. Kom op, teammate. Wauw! Waar zat die? Zitten ze aan beide kanten? Wauw! Dat had ik sowieso nooit overleefd. Dat had ik nooit kunnen overleven daar zo. Maar ja. Dat is natuurlijk niet zo mooi als daar gaan zitten campen. Jammer joh. Thanks teammate voordat je hem hebt gestunt. Waardoor ik hem iets makkelijker kan oppakken. Kut, 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 kut. Wow, oké. Okay. Hem hebben we dus ook. Als hij ons had geturnd, had ik dat niet zo mooi gevonden. En nu hebben we een HCXD. Wat ik ga doen, ik ga via hier erin komen. We zitten hier weer te campen. Dat is één. Ik ga hier naar beneden, want ze denken niet natuurlijk dat ik boven zit. Kijk, mijn teammate zit boven, dus dat is mooi. Er zit hier één. En in mijn rug nog één. Wauw, wat zijn dit de campers, jongens. Dat zijn echte campertjes. Wat een vieze campertjes. Viezerikjes. En dan staan ze daar op te wachten, want ze hebben een UAV. Fuck! Dat is eigenlijk kut, man. Ze zitten te campen, natuurlijk, als ze een UAV hebben. Dan heb ik alleen Six Sense. Dus wij moeten ook even een UAV halen. Zitten ze nou nog steeds te campen hier zo? Gaat weg hoor, alsjeblieft. Zo, jij bent dood. Dag. Even mijn site inroepen. Ze willen gewoon weer gaan campen, die vieze rikken. Ze gaan gewoon weer campen, let maar op. Ik ga ze backriepen, Oh, dan komt een kut met een war weer. Oh my god. Dit zijn echt erge mensen, jongens. Dit meen je niet, nee. Dit meen je niet. Dit is niet leuk, dit is gewoon niet leuk. Beneden, beneden. Kom maar. Kom maar. Nee, ga nou rennen, man. Ik heb toch niks eraan dat je fucking zit te campen. Ga rondrennen, dat is veel leuker. Dan kom je tenminste nog een keer delen in een map tegen waar je misschien nog nooit voetstappen hebt gezet. Ja, echt. Hier kan ik me zo aan irriteren, jongens. Please, please. En nog eens, please, man. Zo, Guardian dit, Guardian dat. Fuck off. Ga rennen. Waar zijn jullie? Ik ben zo'n retard. Och, 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 och. Zo, jij bent klaar met je kutspecialist wegwezen ermee. Jij zit hier weer als een viezerik te campen, hè? We houden niet zo van campers, namelijk. Geef me jouw manoir of HVK-30, prima. Geef maar, gooi maar granaten binnen. Kom maar. Goed zo! Leuk dat je even langskwam.
Kijk, zo kan je toch ook tegen campers aan, aankijken. Ja, jij bent helemaal een mooie. Met een lounge om afkomen. Ik heb flag jacket. Is volgende keer beter. Ik heb UAV in mijn rug. Ja. Oké, we gaan door voor onze vreet. We hebben bijna binnen nog 2 kills. In onze rug. Niks uit de lucht schieten jij. Teammate, waar is die? Hij is hier naar binnen. Ah, nee! Hij heeft een fucking Argus, nee! Ah, wow, hé. What the fuck? Shit. Kom op, we kunnen dit winnen. We staan niet met heel veel... Mee één. Die eerste kogels van mij! Nooit, jongens, dat hebben jullie niet gezien, alsjeblieft. Ik weet niet wat ik deed. Maar dat was niet goed in ieder geval. Wat? Jongens, je moet dat niet zo doen. Kijk, dikke trickshot. Oh, wat een trickshot! Wow! Laat maar. Oh, ik heb nog een keer met dit ding ook. En ik sta vast omdat ik op een rots ga klimmen. Let's go. Oké, we gaan dit verliezen. Let maar op. Als je de video van gisteren hebt gezien, hebben we met 2 kills gewonnen. En nu hebben we met 2 kills verloren. Dat kan natuurlijk ook. Dus mocht je nou even deze video laten, of je blauw duimpje omhoog achter, natuurlijk helpt mij enorm. En hoop jullie ook te zien bij de video van morgen. Dus super bedankt voor het kijken in deze video. En tot de volgende keer, mensen. Later.